toen ik daar alleen fietste en ik een schaduw achter me zag, dat was het moment dat hij mij greep. Ik was op vakantie in Spanje. Ik ben door het rode licht heen gelopen. Een zware druk op mijn voet. Als mijn moeder vond dat ik stout was geweest, dan werd ik in de kast gestopt. Een paar dagen soms, maar soms ook een paar uur. Ik heb een seconde gedacht, nu ga ik dood. En een seconde daarna dacht ik, nee, ik ga dit niet laten gebeuren. En ben ik met mijn rugzak op gewoon weggegaan thuis. Ik had er alles voor over om weer mijn oude leven op te kunnen pakken. Hoe dan ook. Alles in mijn lijf zei, jij gaat er iets van maken in het leven. De steun die ik heb gekregen is voor mij zo belangrijk geweest. Ik werd echt gehoord. Ja, dat was heel bijzonder.